Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video, jongens. We zijn nog steeds in Polen en vandaag hebben we een leuke stookvideo voor jullie. We zijn in een wereld momenteel waar niemand woont, niemand tot last zijn. We hebben hier een tasje, die laat ik zo meteen zien, maar eerst de PTD-torch, daar gaan we mee stoken vandaag. Ik weet niet, aangezien deze video eerder is opgenomen, of die nog op voorraad is. Maar ik wil jullie wel even laten zien. De PTD-torch. Bam, bam, bam. Daar kunnen we goed mee stoken. En vanuit de Albert Heijn-tas laat ik jullie dan gelijk even zien wat we hebben. Een oude traka van Salon Roger. Ja. Gewoon in Polen gekocht, besef dat. Nederlandse tekst, hè? Ook. 10 meter. Ja, dan mogen we het meenemen officieel. Nee, geintje. Het geinige is wel dat jij net ook een artikel tegenkwam. We hoeven het niet helemaal op te zoeken, maar die was al over de houdbaarheidsdatum heen. Heel bizar hoe dat kan. Nou, Jordi. Deze hebben we. Maar dat is deze, wat Jordi zei. Oh ja, Colle Salut Red. Deze moest er, ja. Use before 12/21. Nou, dat is bijna een jaar geleden al. Wat we ook hebben van Funke zijn de Condor, de Voyevogel set. Dat zijn die rare dingen. Hier kunnen we dat op het veld een beetje leggen, toch? Zo. Ja, joh. Cobra 3 BP4. We hadden vorig jaar natuurlijk ook deze zilveren variant. Ik vind ze altijd wel lachen om deze af te steken. Het zijn buskruidknallers namelijk. Gaan wel redelijk goed, hè? Tuono Blue 2B5. Het fijne is dat we nu stoken met een beetje schemer. Dus dan zie je dat lichtje heel goed. Het zijn twee mooie Funke-cakeys. Wat mooi. Krijg een beetje het gevoel dat dit die van Zena zijn, toch? Die kleine. Ja, man. Salut. Ja, klopt. Gigant 5. En de Gigant. Even de traka ophangen. Gaat mooi door een kerstboompie. Wie is de jarig dan? Hey, wat ligt hier dan? Hey, het is gewoon een jarenslinger, gek. Hey, is dit niet een cakey? Ja hoor, tuurlijk. Oké, okay, trakaatje 10 meter. Salon Roger. Houdbaarheidsdatum vorig jaar. Dus uitkijken. Lekker hoor. Hoor die nadreun, gek. Dan, Condortjes heten ze toch? Ja, ik weet alleen niet welke kant omhoog moet. Maar ik neem aan zo. Leg ze wel gewoon neer, dan zie je het vanzelf wel. Condortje. Dit ging net maar ons toch gek. Hoop ik niet. Oh. Ziek gek. Dat zijn diezelfde als toen uit België. Ja, man. Hey, maar we hebben wel geluk, ouwe. Want de rook gaat die kant op. Hey Jordi. Yo. Help ook even dan. Amateurs. Hey yo. Goeie, allemaal gek. Die gaat hoog. Ziek hoor. Heel vet. Die dingen zijn echt vet, ja. Condortjes, de rode. Ziek. Ja, mooi met schemer, hè? Oh, joh. Hard. Die zijn nice, goos. Die zijn dik. Ga door. Oh, dat is uitkijken, gek. Jordi, pas op voor je hoofd. Cobra 3 BP. Dat zijn die buskruidknallers. Hier. Mag Jordi even stoken. Zien er heel nice uit, man. Klopt. Jordi ook eentje? Stoken pik. Pak er eentje dan. Hier kan. Stookpaaltje. Vanaf hier zo. Ja? Shot zo. Met de PTD-torch allebei. Oh, kut. Bijna in die tas. Knetters. Holy moly. Bro, is buskruid. Ja, je weet toch niet wat buskruid. Er is met je oren. Ja, gast, ik sta met één oortje. Ja, je hebt wel het gevoel bij die cobra's dat er echt iets zieks vanaf komt, ja. Kom. Die dingen stellen echt een kut voor, man. Ja. Allemaal? Wegwezen. Oh, zo. Waar is die derde, hè? Buskruidje. Kijk hier ook hangen dan uit. Die klonk harder, man. Ja, jongens, en dan zijn wij alweer aan de volgende. Je was missen, gek. Jammer. TB5-ies. TB5. Nou, dit. Zo. Kijk, een mooie afspraak. Zo. Hé, maar die rook blijft echt ziek hangen. Kijk dit. TB5-ie. Alle twee. Die gaan wel hard. Omdat het kent. Jongen. Voor jou dat? Help ook even dan, gek. Nee, ga door.
Ja, maar ik ben niet zo goed in stooksessies, gek. Dag wezen. Ga nou opzij, joh. Ga hard, joh. Zo. Die laatste verwacht ik niet, hè? Hardst, hoor. Zeker. Zijn dat ook op TP5? Wat een knallers, gek. Ziek hoor. Hey. Ja, die horen ze wel, hoor. Ja. Zet dat wel op, niet zo. Niet zo hoog. Godverdorie. Hey, hey. Eerst deze. Color red. Nitraten. Uit België. Maar we hebben de hardste dingen hebben we gedaan, jongen. Hier, Henkie. Dan niet. Zal even eentje los doen, Mies? Is goed. Mooi met schema. Color red. 2 grammetjes, als het goed is. Over de datum. Pas op voor beton. Laat ik aan. Zo. Ook goed. Wat? Wat? Ja, hier, nog meer. Ik gooi die jullie net wel uit. Wat denk je aan, man? Oh, Cobra. Buskruid. BP. Hoppa, wat een dooie dingen zijn dat dan. Hier hebben we nog meer. Waar wil je dat ik die oh. doe? Ja, die moeten jullie wel vergelijken. Goeie knallers, gek. En er wordt zo tijd voor de cakeys, hè? Weet je wat ik zeg? Heksenkring. Even van de laatste color reds. Klein heksenkringetje. Zo, die laatste was raar. We gaan elkaar kapot houden. Ja, dat was het. Maar ze zullen ze nu richting die tas gooien. Ik steek ze aan, jij gooit ze weg, ja? Perfect. Oh. Zo, pas op voor de kraak, hè. Kom dichtbij, ja. Jongen, waarom loop je zo ver? Yo. Ik heb gewoon... Hij is gek, niet Timo. Je loopt veel te ver weg, man. Voor dat beton, toch? Komen deze uit België? Origineel wel, volgens mij. Dat zijn ze ook. Zo, wat een belachelijk harde knal, man. Hoeveel heb je er nog? 5. Deze wil ik wel even doen, man. Ja. Nee, je moet even... Zet ze wel vast tussen dit... Hey, kijk, goed. Als je tussen dit zit... Je moet ze even ergens vastzetten of zo. Leg er dan niet nog iets. Want deze vallen gegarandeerd om. Hey, prijskwaliteit echt ziek, hoor. Zoals jullie hebben kunnen zien, hebben we goed kunnen stoken. Het was ook een goede plek, dus die plek gaan we even vast pinnen. Zodat we straks gedurende deze dagen nog vaker naar deze plek toe kunnen. Want de plek die we normaal gesproken hebben, althans... ja, daar waren nu mensen. In ieder geval honden. Mensen die een hond uitlieten of zo, dus dat was wel vervelend. Ik vond die TB5 natuurlijk het beste. En die laatste 2 cakes was ook wel de moeite waard, toch? Ja, en die Belgische waren wel aardig goed ook. Die knallers, zeker. Jordi zei, die waren goed gedroogd, hè? Waren goed gedroogd. Het waren geen lullige bakjes. Nee. En die 2 blokjes, daar hebben we inderdaad, wat we aan het begin al zeiden. Ik heb het gevoel dat het gewoon Zena-cakejes zijn. Zena Salut, die goedkope. Vooral die Salut, die rechter, dat was de Giant Maroon, volgens mij. maar dat was de gigant. Ik krijg gewoon het gevoel dat die van Zena was. In ieder geval, thanks voor het kijken naar deze video, jongens. Er komen nog veel meer video's aan. En zoals ik aan het begin heb laten zien, PTD-torch. Ik hoop voor jullie dat die nog aanwezig is. Zo ja, kan je even kijken op pyroteamdelft.nl. Zo niet, jammer dan. Morgen gewoon weer een nieuwe video. Later.